I feel paralyzed. Yo gasten van DMG's Gaming, ik ben Daan en ik heb vandaag weer een nieuwe commentary voor jullie. Of ja, een commentary. Het is niet echt een commentary eigenlijk. Het is een FIFA 14 squad builder. Ik denk, ik doe even wat anders dan normaal, want ik vind Call of Duty best wel saai worden. Dus ja, ik ben van plan om gewoon wat meer andere games doen, zoals Battlefield, FIFA en zo. En gewoon wat meer live, want ja, elke keer achteraf commentaries, dat wordt gewoon een beetje saai. Dus ja, vandaag heb ik een FIFA 14 squad builder voor jullie. En het is een Bundesliga squad builder die jullie nu zien. Het is een 3-5-2 opstelling, het is een best wel heel erg goed team. Het is volgens mij 19,8k of zo. Ja, het is gewoon een heel erg goed team. En we gaan gelijk beginnen met de keeper. Dat is Adler, die heb ik gekocht voor volgens mij 1700 coins. Dat is best wel weinig voor zo'n goede keeper eigenlijk, want hij is 84 rated. En ja, hij is gewoon echt heel erg goed, vooral voor het geld natuurlijk. Dan hebben we in de verdediging hebben we Sokratis, dat is ook gewoon een goede speler. Hier hebben ze een stats, 77 pace, dat is gewoon goed. 82 koppen en 81 verdediger. Dat is allemaal prima stats voor een verdediger. En helemaal voor 950 coins. Dus ja, dat is gewoon echt heel erg goed. En dan gaan we naar Naldo. Die heeft 74 pace. En ja, die heb ik gekocht voor 750 coins. En die is bijna even goed als Sokratis. En die is maar 750 coins. Dus dat is echt super goed. En dan gaan we als de derde verdediger met Felipe Santana. En dat is echt een beest, jongen. Dat is maar 800 coins heb ik er maar voor betaald. En die heeft 81 pace, 77 verdedigen en 84 koppen. Dus je scoort heel veel kopgoals met hem. En dan gaan we gelijk door naar de centraal verdedigende middenvelder. Dat is Toni Kroos. Trouwens, die moet aan de andere kant. Want dan kan ik hier zo Luis Gustavo zetten. Dat is dan iets beter voor teamgeest. Die is ook gewoon heel erg goed. Die heeft 75 pace, is gewoon prima voor zo'n speler. En dan heeft hij 83 verdedigen en 77 koppen en 76 passen. Dat is gewoon prima voor zo'n speler. En dan Toni Kroos, die heeft maar 57 pace. Maar ik vind het ook niet echt nodig voor zo'n speler. Maar hij heeft 83 shooting, maar dat is in-game veel hoger. Passen is ook heel goed en dribbelen is ook heel goed. En je kan echt gewoon hele gekke longshots met hem schieten. Dus ja, daar zou ik zeker voor gaan. Hij is wel 5800 coins, maar het is niet heel veel. En Luis Gustavo heeft maar voor 1000. Dan gaan we door naar CAM. Dan kan je ook nog Draxler neerzetten, maar ik heb gekozen voor Boateng hier. Die heeft ook een prima stats voor die positie. 80 shooting, 77 pace, 81 koppen, 81 dribbling, 78 passing. Nou, je kan ook gewoon Draxler neerzetten. Die scoort wel wat vaker bij mij, maar ik heb nu gewoon even Boateng. Gewoon puur voor de algemene rating natuurlijk. En dan hebben we hier El Giro Elia. Is echt een super goede speler. Die heeft 91 pace, 84 dribbling en 5-star skill move zelfs natuurlijk. Ja, het is gewoon super goed natuurlijk. Maar 900 coins, dus dat is echt super goed. En dan hebben we hier op rechts mid hebben we een hele goedkope speler. Hier hebben we Herman. Dat is echt gewoon een beest van een speler. Hij is heel goedkoop. Ik heb nog geen wedstrijd met hem gespeeld. Ik heb hem net gekocht, maar ik weet dat hij echt super goed is. Hij heeft maar 650 coins en hij heeft 91 pace. 71 shooting, 71 passing, dat is een beetje matig. En je ziet 80 dribbling, dat is gewoon prima voor 650 coins maar. En dan gaan we hier zo naar Aubameyang. Natuurlijk gewoon echt een geweldige spits. 95 pace, 76 shooting, 73 passing en dan 78 dribbling en 76 heading. Het is niet echt super goed, maar ja, die pace, daar gaat het natuurlijk vooral om. Hij heeft al 13 doelpunten voor mij gescoord, dat is super veel. Vind ik dan, want ik ben niet zo heel goed met mijn team. Dan hebben we Mandzukic, die kan echt verschrikkelijk goed koppen. Ik heb hem ook nog niet zo heel lang. 77 pace gewoon. Het is allemaal prima stats. 88 heading, dat is echt super goed. 78 shooting, 77 dribbling. Dat is allemaal gewoon ja, heel erg goed eigenlijk voor zo'n speler. En ja, dit was het team zo'n beetje. En ik zal even kijken of hoe vaak ik met hem gescoord. Hem nog niet, of ik heb nog amper mee gespeeld. Met hem heb ik 13 keer gescoord. Maar dat boeit helemaal verder niet zo heel veel. Jullie gaan zo meteen even de highlights zien van het team en wat ze allemaal kunnen en zo. Dus dan kan je kijken of je dit team ook kan gaan maken. En heb ik Robben op de plek van Herman staan. Want Robben had ik in een gratis pack. Dat is best wel lucky. Maar ik heb normaal dus Robben hier staan. Die is echt veel beter dan Herman natuurlijk. Die heeft 8 doelpunten voor mij gescoord in 30 wedstrijden als rechtsmid. Dus dat is op zich wel zo prima. Dus ja, dat was mijn team en de squad builder. En ja, je gaat nu gewoon het hoogtepunten zien. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zo ja, laat even een blauw duimpje omhoog achter. En dan zie ik jullie later, gasten. The more I see, the less
Yes, I know. The more I get, the less far I go.